in de hele vereniging, waarvan er 20 heel veel met het kunstende al hier bezig zijn. Dat is natuurlijk geweldig. Dus ik wil eigenlijk beginnen om die vrijwilligers, al die 85, maar vooral natuurlijk vandaag die 20 onder leiding van Hanneke Waalders, te bedanken voor het inrichten, maar ook dadelijk voor het hier aanwezig zijn, het openen enzovoort. Ik heb vanmorgen even gedacht van, wat voor weer wordt het nou? Ik hoorde in de verte en voor de televisie en voor de radio dat het weekend mooi weer wordt. Dus ik dacht bij mezelf, ik trek deze vanmiddag maar eens een keer een witte broek aan. In de hoop dat het mooi weer wordt. En vooral voor Kamp Wetterswijk natuurlijk. En later ook al die mensen die weer teruggaan naar Vlieland. Mij is dus gevraagd om deze tentoonstelling te openen. Wat ik zo zie ook prachtig. De Kamp Wetterswijk is in 1947 opgericht. Ik heb dan gehoord van mensen die, meneer Broekhuizen, die hier toenmalig hoofd van de leraar aan de Mulo-school was. En die zei op een gegeven moment tegen onderwijs en personeel destijds, jullie moeten dus wat doen met de kinderen van Winterswijk. Die hebben de oorlogsjaren meegemaakt en die willen misschien wel eens een keer wat gezelligs hebben. En al die onderwijzers en onderwijzeressen die hebben de koppen bij elkaar gestoken en die zijn tot de conclusie gekomen van waar moeten we nu naartoe. Op zijn fiets naar Harnikken gegaan en ik kwam op het eiland Vlieland aan, nu nog helemaal niks. Het was echt één grote kaalvlakte. Het belangrijkste is dat u ongelooflijk veel verteld heeft, helemaal uit de hand. En dat is natuurlijk voor ons allemaal ongelooflijk waardevol. Dus u mag het nog even zeggen dat het geopend is, maar daarna blijven we nog wel even zitten. Ja. Helene is degene geweest die mij opgebeld heeft. Ja, zeker. Ja. Ik was eerst een beetje twijfelachtig dat ik dat overal in Friesland, dus ik wist van heel kan dit is mijn geest. Nee, maar dat veranderde gewoon. Precies, en ik had u een beetje overvallen ook met de vraag. Het was natuurlijk een beetje kort. Maar ik ben voorzitter van de Stichting Waddenkansjes, Kamp Wetterswijk en Bootsmonsters. En we zijn ook heel ontzettend dankbaar dat u het woordje heeft gegeven. Ik denk dat u echt heeft laten zien in de jaren 70 jaar Vlieland, hoe bijzonder dat eigenlijk is. Het is dat hier wel te zien, denk ik. Het ziet er fantastisch uit, vinden wij. Voor u in ieder geval een bedankje voor het raadje. Maar ook de mooie spullen die we van u hebben gekregen. En de vlag waar mevrouw Pena het over had gehad. Die hangt voor in de etalage. En daarnaast staan nog echt ouderwetse wateremmers en wasbakjes. En ontzettend veel foto's die lopen hier. Dus, dat was natuurlijk geen water. Nee, geen douches. Geen douches op Vlieland. Nee. Dus de kinderen moeten zich tot nu toe. Ja, nou zijn er wel douches, maar toen in die tijd was het heel eenvoudig allemaal. Ja, ja. Ontzettend bedankt. Vertelde zo straks dat u als leidster was meegeweest met de kinderen. Hoe was dat?
Nou, het kwam bij mij allemaal onverwacht eigenlijk, doordat ik van Friesland hier in Winterswijk kwam te wonen en bij mijn zuster kwam. En toen hoorde ik van Kamp Winterswijk en ik kreeg toen les voor de kleuterkweek van een zekere, wat later mijn man geworden is, Dick Veenhuis. En die vertelde toen dat hij een tijdje naar Vlieland ging als kampleider. En ik was ook enthousiast en toen een paar jaar later ben ik zelf meegegaan. En ik heb daar die hele week heel genoten, want het was ontzettend leuk en gezellig allemaal. Zou je mij misschien kunnen vertellen wat de connectie is met dit museum en deze tentoonstelling? Ja, nou deze ruimte, het kunsteinde... is door de Vereniging Museum gehuurd voor heel weinig of niks, geloof ik zelfs. En hier worden 3 keer per jaar exposities gehouden en het zijn hele uiteenlopende dingen. Allemaal natuurlijk Winterswijk betreffende. En nu heeft dus de vereniging Kamp Winters, als ik het helemaal goed zeg, van Helene Nijweide, die heeft samen met de vereniging deze expositie opgezet. En dat past heel goed in het expositiebeleid van de gemeente of van de Vereniging Museum. Want het gaat over Winterswijk en het bestaat al 67 jaar. Dus dat is historie. Heeft u al een beetje rondgekeken hier bij de tentoonstelling? Ja, ik heb al een heel klein beetje rondgekeken, alhoewel ik nog erg veel met allerlei mensen heb zitten praten natuurlijk. Maar het zijn natuurlijk allemaal foto's, actiefoto's. En het geeft dus een geweldig mooi beeld van zoals het van 1948, daar begint het daar. En dan loopt zo de tijd, loopt helemaal door naar vandaag de dag. Dus het is helemaal chronologisch is het opgezet. Dat is heel leuk om daar een beeld van te krijgen. En dan is er ook nog een tent vooraan. Dus het zijn niet alleen foto's, krantenartikelen. Dus het is een hele diverse tentoonstelling geworden. Nou, heel erg bedankt. Je bent kooktante op Vlieland. Hoe is dat om dat te doen voor de kinderen? Heel leuk, heel gezellig, maar ook heel zwaar. Wanneer ben je begonnen met kooktante zijn? 6 jaar terug. Toen zaten ze vast. Eigenlijk wou ik toen nog niet, omdat mijn dochter te klein was. Maar omdat ze toen vast zaten, ben ik toch meegegaan. Ben je vanaf die tijd ook elk jaar mee? Of is er een keer een jaar geweest dat je niet mee was? Ieder jaar nog mee geweest, ja. En het is heel leuk om te doen. Ik zou zeggen, ga een keer mee, als je oud genoeg bent. Ja, is goed. Nou, dankjewel. Okay.